is zondag 17 december. Wij zijn hier op Kerstinhout Kampen. En Dickie en ik proberen daar een hele mooie reportage voor u te maken. Zodat u ook het idee heeft van... Goh, het is net of we erbij geweest zijn. Mijn outfit, ik heb me geprobeerd een beetje aan te passen in de tijd van Oudkampen. Wij van RTV IJsselmond wensen u een hele fijne feestdagen en een heel gezond 2018 toe. Als wij voor gaan, hè? Kijk nou eens helemaal goed, mevrouw. Ja, het ziet er mooi uit. Ziet er mooi uit? Zeker. Ja, loopt het in, jongens. Soms hier aan de andere kant bij. Hey! Hallo! Hallo! Hi, wat leuk jou hier te zien, Wilfriede. Hi, ja, zeker. Ja, hoe is het met Oeganda? Ja, nou ja, het schiet nu op, hè. Het is nog 3 weken, iets minder zelfs, volgens mij, ja. En ja, de voorbereidingen gaan hartstikke goed. Hoe gaat het met donaties? Want je hebt overal bussen neergezet. En heeft dat al wat opgeleverd? Nou, we zijn er net even bij langs geweest. We hebben niet aan de bussen gevoeld natuurlijk. Dat is voor later. We wachten het gewoon af. En ja, we hebben ze natuurlijk bij Moods & Roots neergezet. Bij Mode by Silver en bij de Vijfsprong en bij de Kleine. En daar kunnen ze alsnog hun donaties doen. En zelfs tot na de kerst, ja. Ja, dus ik hoop dat het goed gaat. Ja, voor jou natuurlijk heel spannend deze laatste weken. Ja, ja, vooral toch wel dat ik merk dat ik nu afscheid neem, maar 3 maanden wegga. Dat het nu toch wel echt heel definitief is. En dat vind ik eigenlijk wel het allerspannendste nu toch. Ja, ja. Nou ja, wij wensen je natuurlijk heel veel succes daar. En dat de bussen maar goed gevuld zijn. Veel plezier. Dankjewel. En ik hou jullie zeker op de hoogte, ook als ik daar ben of na de tijd als ik terug ben. Dankjewel. Dankjewel ook. Bent u druk? Ja, ik ben hartstikke druk. Ik ben lekker de straat aan het sauber maken. En we zorgen dat alles hier picobello in orde is. Voor ons winkeltje.
U wilt natuurlijk niet dat de mensen onderuit gaan hier. Nee. Dat willen we zeker niet hebben. Dat zou zonde zijn. Het is natuurlijk een feest. En daar horen we vooral partijen niet bij. Nee, dat klopt. Ik wens je een hele prettige avond. Ik wens je ook nog veel plezier in Kerst in Oudkampen. Dankjewel. Wat zie jij allemaal? Sneeuwwitje in de kist. Wie ligt daar? Sneeuwwitje. Zou ze ook nog wakker worden? Ja. Wanneer wordt ze wakker? Als de prins haar kust. En waar is die prins nu dan toch? Die rijdt op zijn paard naar Sneeuwwitje. Heb je hem al gezien? Nee. Dankjewel voor de uitleg en heel veel plezier vanavond. Ja. Hallo mevrouw. Ja. Terug in de tijd? Ja. Kerst in Oudkampen is altijd terug in de tijd. Wat vindt u ervan? Ik vind het geweldig. Hoe het allemaal aangekleed is, echt heel erg leuk. Dus je staat hier echt te genieten? Ja, echt wel. Heel veel plezier nog met de route in Kerst in Oudkampen. Dank u wel, gaat vast lukken. Dag. Dit is Klaas Vaak. En Klaas Vaak heeft toverzand. Laat het zien, Oksana. Hou je handje maar omhoog. Dit is heel bijzonder zand. Hier ga jij mooi van lopen. Geef je hand maar. Zou ik het dan gewoon over je heen sprankelen? Ook voor de grote mensen. Oh, geweldig. Dat jullie maar mooie dromen mogen krijgen. Toch in het ziekenhuis liggen? Nou. Met Kerst in Oudkampen. En dat zie je dit allemaal niet. Nee, het is wel zielig. Daarom lopen wij hier uit de Vee IJsselmond. Ja. Wij gaan dit filmen voor mensen die hier ook niet naartoe kunnen. Maar geniet u hier ook van? Ja, prachtig. Het is erg mooi, hè? Waar komt u vandaan als ik vraag? Ik kom uit Hasselt. Komt u elk jaar hier? Elk jaar. Ja. En wat vindt u hier nu anders dan vorig jaar? Hij zei net, we hebben nog geen poppen gezien die lopen, maar die komen er net aan. Thank you.
meneer, ik zie dat u helemaal staat te genieten hier. Ja, ik vind het hier fantastisch. Echt, de sfeer in Kampen, dat is echt schitterend. Ja, ik kom helemaal uit Amsterdam. En ik kom hier elk jaar naartoe. Ja, vond het fantastisch. En u ook? Nee, ik woon hier. U woont hier? Ik woon hier. Hij is bij mij op bezoek en ik woon hier, ja. En dan gaan jullie altijd samen op pad? Ja, elk jaar. Ja, één keer per jaar komen we bij elkaar. En dan met kerst in Oudkampen, ja. Ik wens u een... Wat ziet u er ook in stijl uit? Ja, ik denk, ik pas me eens een beetje aan hier naar het oude Kampen. Toch? Nou. Super. Ja, 5 maatjes groter, maar goed. Ja. Maar ik wens u een hele fijne avond en nog heel veel plezier en een fijne feestdagen. Ja, dank u wel. Gaan we zeker doen. Dank u wel. Hoor. Wat vind jij van kerst in Oudkampen? Best leuk. Wel leuk. En wat vind je het mooist? Dat het plezier is. Oh ja? Zou jij zelf ook niet eens mee willen doen met zoiets? Jawel. Jawel. En jij dan? Nee? Durf je niet? Nee. Maar je vindt het wel leuk? Ja. En jij dan? Ook leuk. En wil je ook niet zelf eens meedoen met een act of zo? Dansen, zingen, springen en noem het maar op. Dat lijkt me wel leuk. Maar natuurlijk niet. U geniet ook? Ja, voor mij ook dansen. Dansen leuk. U vindt alles leuk? Ja. Nog heel veel plezier en een goede feestdag. Nou, wat vind je ervan, kerst in Oudkampen? Ik vind het best gezellig. Ja. Gezellig druk ook? Gezellig druk, ja. Valt mee. Het eerste stuk was ontzettend druk. Dat was echt niet doorheen te komen. Maar dit hier in de Oude Straat valt het mee, ja. En de acts? Ook leuk. Maar de meeste acts waar we kwamen, die waren net afgelopen. Dus dat hadden we wel pech. Hier viel het wel mee, ja. Een tweede rondje, tweede kans. Nee, voor mij niet. Voor mij niet. Ik vind het mooi. Het is de tweede avond. Het is goed. Ja. Nou, heel veel plezier nog. En fijne feestdagen en een voorspoedig 2018. Dankjewel. Jullie ook. Dank je. Het is druk in de stad, hè? Ja, dat heb je altijd, hè? Met carnaval. Het is altijd druk, hè? In de stad. Nee, het is geen carnaval. Oké. Nee, het is kerstfeest. Oké. Kerstman, een hele drukke tijd, hè? Het is een geweldig drukke tijd. Maar, ondanks alle drukte, toch supergezellig. Ja. En wat vindt u ervan? Dit is de mooiste tijd van het jaar. Het is toch heerlijk? Het is toch genieten met z'n allen? Niet dan? Ja, ik vind van wel. Vrede op aarde met z'n allen tezamen. Wat een mooie woorden. Zullen we daarmee afsluiten dan? Nou, ik sluit af natuurlijk met... Ho, ho, ho. Merry Christmas. Happy New Year. Gaan de zaken een beetje goed? Ja, het loopt hier lekker door, moet ik zeggen. Ja. Ik vind trouwens vanavond, en dat valt mij op, meer kampenaren dan gisteren. Die zijn slim. Dus jullie denken, zondag wordt het rustiger? Ja, het valt mij op, want het is toch zondag vandaag. Ik bedoel, ja. En daar waren toch heel veel mensen tegen. Maar u zijn er wel. Tuurlijk. Het gaat toch de hele stad aan, dit? Absoluut. En Kampen is natuurlijk het mooie tafereel, kun je niet voorstellen, toch? De binnenstad op zich is dan een tafereel. Dus dat heeft zich uitstekend hiervoor. Ja. Ja, je moet Kampen op de kaart zetten. Absoluut. En dat kun je met dit, dan kun je dit doen. Dat doen we absoluut. Want we kijken naar dat plaatje achter me, moet je eens kijken. Dat is toch fantastisch om te zien. Zeker. Ja, zo'n IJsselkade als dit vind je nergens. Nee. Ik wens je nog een hele fijne dag en avond en goede feestdagen. U ook. Dankjewel.
vind... mooi. Jij vindt het ook mooi? Hm? Wat vind je het mooiste? Dat licht. Van alles in Kerstenhout Kampen? We hebben nog niet alles gehad. Nee. Ik vind de kermis. Ik sowieso de kermis. Denk ik ook de kermis. Jij vindt de kermis ook? Kermis heb je vaker. Ja. Maar ook wel de kraampjes vind ik heel leuk. En de sfeer ook die daar hangt. Vind ik en de sprookjes? Ook heel leuk. Want ik herkende ze allemaal toen ik ze zag. Heel leuk. Ja. Dankjewel. Ja. Hier zit een privéclub. Privéclub / bar De Keizerin. Het is echt privé. Het is echt privé. Hartstikke leuk. Ook weer gezellig. Is voor mezelf. Oké, we zijn in Amsterdam. Daar gaan we met z'n allen. Als de lente komt, dan stuur ik jou. Trokken naar Amsterdam. Als de lente komt, een kreeg voor jou. Trokken naar Amsterdam. Als de regen komt, dan duur ik jou. Tulpen naar Amsterdam. Duizend gele, duizend rode, wens ik jou allermooiste. Wat de God niet zeggen kan, zeg een tulpen naar Amsterdam. Johnny! Oh Johnny, zing een beetje voor mij alleen. Oh Johnny, wat voor mij ben je nummer 1. Zie je weer met de lach en de traan. In je stem klinkt de hele Jordaan. Oh, 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 Johnny. Ja? Zing een liedje voor mij alleen. Oh, Johnny. Burgemeester, een hele goede avond. En heeft u genoten van Kerstenhout Kampen? Nou, van één ding ben ik zeker overtuigd. Ik ben niet de enige die geniet. Als ik zie hoeveel mensen ik in al deze straten tegenkom. En op de pleinen, waar je ook maar bent.
ongelooflijk veel mensen met allemaal een glimlach op hun gezicht. Ook verrassend wat je, zodra je een bocht omkomt, wat je dan weer opnieuw te zien krijgt. Werkelijk fantastisch. En we kijken graag binnen. Het is ook een beetje gluren bij de buren. Zo hier en daar van wat gebeurt er allemaal. En ja, het geeft allemaal hele nostalgische gevoelens. Maar vooral ook hele warme gevoelens. Wat leuk, en dat hoor ik ook van heel veel mensen. Wat ongelooflijk leuk dat zoveel kampenaren zich binnenste buiten keren. Om zo de gastvrijheid die ze willen uitstralen ook werkelijk te laten beleven. Een fantastisch feest. Een groot compliment. Ik wil u heel hartelijk danken voor deze reactie. En ik wens u een hele fijne feestdagen, goede jaarwisseling en een gezond 2018. Ja, ik wilde zeggen dat u van RTV IJsselmond er ook helemaal in stijl uitziet. Dus ja, ik denk ik pas me aan bij het oude kampen. Daar bent u dan uitstekend in geslaagd. Mijn complimenten. Ik hoop u vaak nog op deze wijze te mogen ontmoeten. Dank u wel. Ja. Graag gedaan. Tot ziens. Dank u. En wat vind je allemaal van Kerst in Houtkampen? Super, het is altijd gezellig, hè. Lekker een beetje alle mensen weer met elkaar en zo. Ik vind het altijd wel leuk. Een beetje sfeer hebben en zo, toch? Ja, heerlijk. Ja, ik heb het gezin weer erheen. Even leuke mensen weer tegenkomen. Ja. Dat was het. Een beetje socializing. Socializing, ja. Ja, gewoon echt mensen hier tegenkomen. Lekker gluwijntje erbij. Lekker, zoals het hoort. Beetje lekker gezellig. Maar gewoon ietsje warmer nog, zeg maar. Of sneeuw. Daar is het winter voor, hè? Dat is winter voor, ja. Dat is ook weer Kerst in Houtkampen voor, hè? Ja, precies. Ja, super. Super, toch? Nou, ik zou zeggen, geniet nog even door. Zeker doen. En hele fijne feestdagen en een gezond 2018. Dat gaan we doen. Happy New Year!